Herdenkingsmoment voor Leon van Zelst. Suppoos van Katwijk, hij overleed deze week. Veel te jong. Suzanne. De voorzet en de keeper. Katwijk zonder De Loor, Karoglu en Mengering. Mengering en De Loor zijn geblesseerd en Karoglu heeft last van oorontsteking. Bij Capelle is Kai Blokland er niet bij. Dat is een man die volgend jaar van Katwijk uitkomt. De corner. Oeh. Bal in de melee van spelers in een soort van flippenkast. Wout Krolis kan daar voor opruiming zorgen. En weg, zegt Joao Patinaba. U weet wel, de man van die goal tegen Dordrecht voor de beker namens Capelle. Jongenelen. Jongenelen. Katwijk loopt tegen een muur aan. Van verdedigers. Nu dan misschien met Suzanne. Trets trapt die bal weg. Die komt bij Patinaba. In één keer doorgeven, balrak. Oog in oog met De Groot. De Groot met het lichaam. Dit was de kans voor Capelle om op voorsprong te komen middels de counter. Stam goed. Van Ooyen. Op zoek naar zijn maatje, Jongenelen. Die gaat voor het schot. En de prooi is voor Van der Ploeg. De doelverdediger van Capelle. Spaarzaam komt Capelle eruit. Patinama weer. Man die overigens ooit 3 wedstrijden in het eerste van Feyenoord speelde. Hier de kans. Noem het maar een kansje. De Groot tot nu toe goed, de vervanger van Karoglu. Rust en dan druk bij de balletjes tent, hè? Dat is logisch. Lekker broodje bal. En dan de tweede helft. Katwijk valt aan. Katwijk maakt het spel. Het creëert te weinig kansen. Nu dan misschien. In de handen van de keeper. En zo kan hij er 100 hebben natuurlijk. Inzet was van Ooyen. Suzanne. Sanchez. Sanchez Angulo. Mooie actie. Angulo naast. Goeie vooractie. Het vizier niet op scherp uiteindelijk. Die gaat ernaast. Karremans, de aanvoerder. De voorzet. Naast. Vlad Smirnov. Die de bal naast kopte. Katwijk op jacht naar 3 punten met aanvallende wissels. Sterling, een van die invallers. Nou, nu moet het gebeuren. Oh, 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 oh. Ja, dat duurt te lang. Jongen, jongen, jongen. Steven Oldsoren. Met de mogelijkheid om Katwijk op voorsprong te zetten. Slotfase wedstrijd. Handy onder de bal door. Oh, het zal toch niet gebeuren? Het gebeurt wel. Ja. Capelle komt op voorsprong. Vlak voor tijd. Vlad Smirnov. Kan profiteren van dit ongelukkige moment van Omar Hamdi. En hij doet alles goed hoor. Hij doet echt alles goed. Katwijk verliest in en tegen Capelle met 1-0.